Ubuntu installatievideo. Deze video laat een Linux Ubuntu installatie zien met updates en aanvullende drivers. Voor Ubuntu op een gebruikte computer of dual boot, meerdere besturingssystemen, zie dan een van de andere video's. Deze video gaat uit van een nieuwe computer met ongepartitioneerde harde schijf. Dit is niet het geval als de fabrikant van tevoren al software op de computer geïnstalleerd heeft. Zie de computer in dat geval als eerder gebruikt. Benodigd is een installatiemedium, zoals een CD of USB-stick met een Ubuntu installatie-image. Mocht deze ontbreken, zie dan de Ubuntu installatiemedium video. De meeste computers starten automatisch op van een USB-stick of CD. Zorg dat deze aangesloten is als de computer opstart. Mocht de computer niet vanaf het juiste medium opstarten, controleer dan de BIOS bootdevice-instellingen. Deze verschillen per moederbord. In het boekje wat bij het moederbord geleverd is, staat dit beschreven. Als de computer vanaf het juiste medium opstart, wordt het paarse scherm weergegeven. Het is mogelijk om te zien wat er op de achtergrond gebeurt door op het toetsenbord de Windows-knop en tegelijkertijd de pijl naar beneden te drukken. Dezelfde toetsencombinatie kan worden gebruikt om terug te keren naar het paarse scherm. Mocht de installatie vastlopen of problemen geven in dit stadium, kan die informatie waardevol zijn. Aan de linkerzijde van het welkomscherm kan de installatietaal gekozen worden. Nederlands is een van de opties. Ik kies voor Engels, aangezien er meer documentatie en discussies over Linux in het Engels te vinden zijn. Het welkomscherm geeft ook de mogelijkheid om eerst Linux te proberen. Hou er rekening mee dat Ubuntu vanaf een CD of USB-stick draait. Na het installeren op een schijf zal het systeem soepeler draaien. Het is mogelijk om na het testen de installatie te vervolgen. Voordat de installatie kan beginnen, wordt er gecontroleerd of er voldoende schijfruimte beschikbaar is. Om tijdens de installatie updates te installeren, is een internetverbinding vereist. De horizontale pijlen in de rechterbovenhoek geven aan dat de verbinding werkt. Mocht dit niet het geval zijn, kan er een verbinding ingesteld worden door op het icoon te klikken en te kiezen voor Edit Connections. Netwerkinstellingen worden in een andere video behandeld. Het pakket met software van derde partijen bevat een decoder voor MPEG en MP3 audiosporen. De installatie heeft geen andere besturingssystemen gedetecteerd en biedt dan twee opties. De eerste wist een schijf en deelt deze in voor Ubuntu. Bij meerdere schijven zal de eerste ingedeeld worden. Er is ook mogelijk een andere schijf te kiezen. Klik vervolgens op Install Now. De tweede keuze biedt de mogelijkheid de schijf zelf in te delen of Ubuntu over meerdere schijven te verdelen. In deze video heeft de computer twee identieke schijven. Eerst maak ik een partitietabel aan, vervolgens de partitie zelf. Ik trek 2 GB uit voor de swap-partitie. Dit is vergelijkbaar met het wisselbestand van Windows. Als het werkgeheugen volraakt, kan het systeem terugvallen op de swap-partitie. Het oeroude advies is om de swap-partitie de dubbele omvang van het werkgeheugen toe te wijzen. Om gebruik te maken van de slaapstand, 3 keer het werkgeheugen. Bij meer dan 2 GB geheugen gaat dit niet meer op. Zie in dat geval de tabel in de beschrijving van deze video voor de juiste verhouding. Ik hou me al lang niet meer aan dit advies. Mijn eigen computer heeft 8 GB geheugen met 1 GB swap, die alleen bij hoge uitzondering gebruikt wordt. Afhankelijk van de hoeveelheid geheugen en het gebruik van het systeem zal de swap-partitie benut worden. Door deze op een andere schijf dan het systeem aan te maken, of beter nog, over meerdere schijven te verdelen, kan de prestatie van het systeem verbeterd worden. Bij twijfel geen zorgen. Het is mogelijk om na de installatie het gebruik van de swap-partitie in te zien en om de omvang van de partities aan te passen. De overgebleven ruimte wijs ik toe aan een standaard Linux-bestandssysteem. Het mount point stel ik in op root door middel van de slash. Dan komt Ubuntu volledig op die partitie te staan. Nu ik nog geen bestemming voor de tweede schijf heb, installeer ik de mainboot record op de eerste. Misschien ga ik de tweede schijf wel in een andere computer gebruiken. Kies tijdens de installatie een locatie. Dit is voor de juiste tijdzone. Ubuntu zal synchroniseren met een tijdserver. Het toetsenbord. Het Nederlands toetsenbord is het toetsenbord met de aanhalingsteken boven toets 2 en het apenstaartje links van toets 1. De meeste computers hebben een Verenigde Staten internationaal toetsenbord met dode toetsen. De gebruikersgegevens. De gebruikersnaam kan geen hoofdletter bevatten. Het is mogelijk de gebruikersdirectory te versleutelen.
Zonder het wachtwoord zullen de gegevens niet toegankelijk zijn. Dit kan niet bij automatisch aanmelden. Om te voorkomen dat de installatie opnieuw geladen wordt, dient het installatiemedium verwijderd te worden. Druk daarna op Enter om het systeem te laten herstarten. Dit is het Ubuntu bureaublad, met rechtsbovenin de systeemiconen en aan de linkerzijde de Unity-balk. Ik koppel een paar snelkoppelingen los, zodat ik later meer ruimte heb voor actieve programma's. Deze zijn dan terug te vinden door op het Ubuntu-icoon te klikken. Het menu kan ook met het toetsenbord via de Windows-knop opgevraagd worden. Nu de laatste updates. Er is mogelijk wijzigingen en beschrijvingen van updates te zien door op de driehoek te klikken. Gebruik hetzelfde wachtwoord als eerder tijdens de installatie. Wederom is het mogelijk te zien wat er op de achtergrond gebeurt door op de driehoek te klikken. Het hardware-icoon geeft aan dat er drivers beschikbaar zijn, maar eerst herstart ik de computer. Nu het hardware-icoon niet zichtbaar is, zijn de aanvullende drivers te vinden via de systeeminstellingen. Soms zijn er meerdere drivers beschikbaar voor één apparaat. Lees dan de beschrijving voor het onderscheid. Bij het sluiten van het venster lijkt het alsof de driver uitgeschakeld wordt. Toch geeft het rode systeemicoon in de rechterbovenhoek aan dat het nodig is het systeem opnieuw op te starten om de wijzigingen door te voeren. Op dit virtuele systeem met 1 3.9 GHz core met 2 GB werkgeheugen en 32 MB videogeheugen heeft deze installatie 50 minuten geduurd. De Ubuntu versie is 12.04.1 LTS. LTS staat voor Long Term Support. De huidige staat van dit virtuele systeem zal ik opslaan om in een andere video mee verder te gaan.